Kluivert. Een lange bal op Cardozo. Oh, en het is gewoon een goal. En dat is een goal. Ik dacht Caniza. Nee, het is Campos. Het is Campos. Wat krijgen we hier? Een enorme verrassing aan ons broek. En wel binnen een paar minuten. En we zitten pas in de tweede minuut. Die lange bal daar komt. Opgevangen. En in één keer uit de lucht ingeknald. En Van der Sar kan er helemaal niet bij. Nog maar een keer kijken. Hup, zegt die Campos. En het is 1-0 voor Paraguay. Frankrijkaard op de tribune. Boekje in de hand. Aantekeningen maken. En later weer bespreken met Hiddink. Overmars. Met Kluivert. Overmars nog steeds. Ja, het is Mark Overmars. Ja. De man in vorm. Solliciteert. Heel erg naar een vaste plek in het Nederlands elftal. Deze Mark Overmars. Daar gaan we nog een keer kijken. Hij gaat er langs. Komt nog voorbij Kluivert. Laat hem ook nog lopen en schiet. Prachtig in de uiterste hoek. Binnenkant paal. Hier nog een keer. Hij trekt helemaal naar binnen. Kluivert laat hem gaan. Maakt het overstapje. En dan helemaal diagonaal. Binnenkant paal. En Nederland maakt gelijk. In de 25e minuut is het 1-1. Door deze Mark Overmars. Heel goed gedaan. Goed gespeeld tot nu toe. En hier gaan we even kijken naar de reactie op de bank. Hasselbank. En Davids. Ja, ja, kijk even. Farola was dat met de kopbal. Daar is hij. De lange man van Paraguay. Daar kwamen we goed weg. Maar we zijn gelijk in tegenaanval. Kluivert. Oh, Overmars. Ja, go. Ja, zo is het leuk. Zo willen we het voetbal graag zien. Eerst die kans van Paraguay. Nederland komt goed weg. Gelijk de tegenaanval. En opnieuw Mark Overmars. Daar Seedorf met het paasje op Kluivert. Van Kluivert met het schot. Gilaver die het nog net kan stoppen. En dan is het doel leeg voor Mark Overmars. Seedorf. Goed klein tikje op Kluivert. Schot van Kluivert. Net die redding nog. En dan is het ABC. En staat Nederland met 2-1 voor. Daar nog de aanzet van Overmars. Niet wachten. Boom. Zijn tweede doelpunt. Winter. Ja, Ronald de Boer goed er langs. Dit kan niet. Henk. Overmars weer. Gaat hem niet tegelijk zijn derde doelpunt maken. Oh, geeft hem aan Kluivert. Jongen, jongen. Wat een wedstrijd voor die Mark Overmars. En Guus is er blij mee. Wat hier gebeurt, precies wat hij zo graag zou willen. Kijk, dat enorme gevaar. En dan die voorzet. En Kluivert met zijn eerste goal. En zo gaat hij er nog een aantal maken. Tijdens het wereldkampioenschap. Reken daar maar op. Hier prachtig er langs. Bij die Camara. Dan de voorzet. En Kluivert maakt er 3-1 van. Wat komt Nederland sterk terug naar die schok gelijk. Met die achterstand van 1-0. En nu staat het ineens al. Na ruim een half uur in de eerste helft. 3-1 voor Nederland. Onderkant van de lat. Daar Zende. Die weggaat op die goede paas van Davids. En dan is het schieten geblazen. Aangeraakt. Onderkant lat. En de bal stuit het eruit. En Nederland alweer met Zende. Kopbal, ja, die moet een goal zijn. En natuurlijk, Frank de Boer. Ha. Ja, jongens. Ja, en dat hele stadion nu zwaaien met de vlaggetjes. En dan is het pure oranje lol. Zenden met het uitgekiende voorzetje. Mooi tegengekopt door Frank de Boer. Nog een keer Zenden met het hele bekeken voorzetje. Mooi tegenkoppen. En 4-1. En dan nog maar een keertje. Ja, en Frank de Boer
zorgt voor de vierde goal. Hasselbank en Kluivert. Camara tegenover zich. Oh, goed gedaan. Oh, wat een mooie goal. Oh, wat een mooie goal. Die Kluivert. Als hij hem nou niet maakt, Patrick Kluivert, dan voetbalt hij heel goed mee. En dit was een prachtige actie van Patrick Kluivert. Ja, het zit er nog aan te komen. Stam en Seedorf. Ja, ze kijken met tevreden gezichten. Daar Kluivert. Heel mooi, hij haalt de bal dan eerst even terug. Dan hup, geeft hem gelijk mee aan Hasselbank. En keurig binnengetikt, binnenkant paal. Kijk nog maar een keer. Even terug. En hup, en mee. En Hasselbank tikt hem binnenkant paal binnen. Het is 5-1. Ja, ik zei het. Er komt nog een goaltje aan voor Nederland. En dit is hem dan. Ja, ook deze beelden gaan heel Zuid-Amerika over. Via ESPN. En daar zullen ze het zien. Nederland met 5-1.